Hartelijk welkom. Dit is het RTVA-nieuws van maandag 12 januari. In Westwijk wordt het wijkcentrum Westend verbouwd, maar tijdens de verbouwing gaan de meeste activiteiten gewoon door. En dat gebeurt aan de overkant. Gerard Tolen, de sociaal beheerder, is positief over de nieuwe behuizing. De eerste indruk bevalt prima hier zo. Het is wat kleiner als dat wij natuurlijk hadden. Maar goed, dat wisten we natuurlijk van tevoren. We hebben zoveel mogelijk activiteiten en cursussen die we in ons voormalige wijkcentrum hadden. Die hebben we bijna allemaal mee kunnen nemen. Op een aantal na, maar die hebben weer een onderdak gekregen in een van onze andere wijkcentra's van aanzet. Dus maar de meeste zijn zo'n beetje allemaal mee kunnen gaan hier naartoe. Over wat wordt er zoal gezegd? Ja, heel verschillend. Heel verschillend. De een vindt het niets, de ander zegt het is leuk. En de ander vindt het te klein of te gehoorig of positief. Ja, verzin zelf maar van alles. Wat gebeurt er allemaal aan de Assenring? Trudy van Schaik gaf ons een rondleiding. We zijn nu in een bar en in de bar is ook de openstellingsruimte. Dus als de mensen van een cursus komen of naar een cursus gaan, kunnen ze hier een kopje koffie drinken. En s'avonds kunnen ze hier een drankje drinken. En ze kunnen hier ook gewoon gezellig met elkaar, met vrienden zitten en wat drinken. Dit is een van onze bewegingruimtes. Die kunnen we dus bij de barruimte betrekken. Maar normaal gesproken door de week komen hier alle bewegingsactiviteiten en cursussen hier op zijn plek. We zijn nu in het lokaal van het OTT, ons tweede thuis. Die hebben hier een dagopvang, hetzelfde als bij ons in Westend. Het is wel wat kleiner en beperkter, maar ze kunnen nu ook meer in de openstellingsruimte zich bewegen, omdat ze daar met elkaar ook koffie kunnen drinken. En hier dus echt ook de appeltaarten bakken en hun crea-bea gebeuren gaan doen. Dat het hevig stormde de afgelopen dagen is niemand ontgaan. Met windstoten tot wel 90 km per uur was het echt oppassen geblazen. In het Amsterdamse bos zijn daardoor maar liefst 15 bomen omgewaaid. Dat meldt dichtbij.nl. De bomen zijn wel meteen opgeruimd, maar er wordt nog wel gewaarschuwd voor losse takken die zomaar naar beneden kunnen vallen. Zolang het nog code geel is, moeten de bezoekers van het bos dus extra opletten. In de Kunstuitleen is de komende tijd een tentoonstelling te zien van de Braziliaanse schilderes Julia dos Santos Baptista. In Brazilië is zij een bekend kunstenares. 6 van haar schilderijen zijn bijvoorbeeld afgebeeld op Braziliaanse postzegels. Het was een gezellige drukte in de Kunstuitleen, met meer dan 100 bezoekers. Na de opening door directeur Herbert Bos vertelde Julia waarom ze als thema voor haar schilderijen heeft gekozen voor Japanse kimono's. Ik zelf kom oorspronkelijk uit Brazilië, maar Brazil heeft heel veel verschillende culturen bij elkaar. De Braziliaanse bevolking is een mix van Europeanen, Afrikanen, Indianen. En daar stam ik ook van deze groepen mensen. Dus de Japanse kolonie in Brazilië is ook heel groot en daar ben ik ook mee opgegroeid en leren kennen bepaalde tradities. Dus vandaar dat ik deze collectie heb ook ontworpen. Ik voel me ook zeer welkom hier. En het wordt ook heel erg geapprecieerd wat ik doe. U kunt het hier zien hoeveel mensen zijn langsgekomen. Dus ik voel me zeer welkom. Er was ook hoog bezoek uit Amsterdam. De vice-consul van Brazilië was gekomen. Het consulaat ondersteunt de Brazilianen in Nederland. En de vice-consul is een fan van Julia. How proud are you that a Brazilian artist is having an exhibition here? Oh, I'm very proud. I'm very happy. It's very, very, very beautiful paintings. I've been following Julia's work for a long time, and she's also the author of some postmarks. I'm sure you're aware of it. To celebrate the 50 years of Brasilia. I like her work very, very much. I'm a big fan of hers, yeah. Is there any art from Julia in the consulate? Oh, no. We don't have it. It would be great to show it, but I'm not sure we have the resource for that, yeah. Met een hapje en een drankje bleven de mensen nog lang napraten.
Speciaal voor de ondernemers hier in Amstelveen wordt er elke tweede dinsdag van de maand een zogenaamde open koffie georganiseerd. De netwerkbijeenkomsten worden wisselend gehouden in buurtcentrum De Meent en Nest aan de Laan van Kronenburg. Vanaf 2 uur kunt u terecht om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en elkaar als ondernemer vooruit te helpen. Morgen dinsdag 13 januari is de eerste netwerkbijeenkomst in De Meent. In de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie zijn verschillende VOC-schepen vernoemd naar Amstelveen. Over één van die schepen is nu een boek verschenen met als titel Schipbreuk in Oman. Schrijver Klaas Doornbos overhandigde tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging Historisch Amstelveen een exemplaar aan burgemeester Mirjam van het Veld. Dat is iets wat voor mij echt een nieuw gegeven is. Dat er in het verleden 4 schepen zijn geweest die de Amstelveen hebben geheten. En over 1 schip is dus nu een boek verschenen. En dat speelt zich eigenlijk allemaal af in Oman. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja, leuk. En de schrijver heeft dus hier net wat achtergrond verteld over hoe nou dat boek is ontstaan. Erg leuk. Het boek is gebaseerd op een oude publicatie van een van de 22 overlevenden. Stuurman Cornelis Eijks. Het document werd toevallig ontdekt in een Frans winkeltje vol oude spullen. Wat mij allereerst opgevallen is bij de eerste lezing van dat verhaal, en dat valt nog helemaal niet mee in dat 18e eeuwse Nederlands, doorspekt met Zeeuwse en Vlaamse woorden. Wat mij het eerste opviel was de prachtige beschrijving van Eijks van zijn bijna verdrinken tussen het moment dat hij met de boeg van dat schip uit elkaar vallend in het water terecht is gekomen en het moment waarop hij aan de wal op het strand weer door mensen uit het wrakhout werd gehaald. Ik vind het meest boeiende deel is dus die lange tocht door de woestijn langs de kust over die rotsen heen naar de bewoonde wereld. En dat allemaal 250 jaar geleden, dat je dat nog zo kan vinden in een boutique in Frankrijk. Het is, eigenlijk is het een en al verbazing. Burgemeester van het Veld toonde veel interesse en benadrukte het belang van kennis over het verleden. Ja, ik ben altijd echt geïnteresseerd in de geschiedenis van een gemeente. Omdat als je wil nadenken over waar het in de toekomst met de gemeente naartoe zou moeten gaan, dan moet je altijd terug naar het verleden. Je moet altijd goed je informeren over wat eigenlijk het DNA van de gemeente was. En dat moet je met elkaar koesteren. En daarom vind ik het zo mooi dat er dan iedere keer ook weer allerlei nieuwe boeken ontstaan. Of wat ik hier dus bij de vereniging nu aantref. Heel veel archeologische vondsten met allemaal een verhaal over onze mooie gemeente. Fantastisch dat zoveel vrijwilligers zich daarvoor inzetten. Goed nieuws voor de opera-liefhebber. Barok-opera Amsterdam komt naar Schouwburg Amstelveen. In de voorstelling komt u terecht in een muzikale reis door de tijd. Op donderdag 15 januari is om 19:30 de aanvang. Hierbij kunt u kennis maken met de toneeltekst, de geschiedenis van het stuk en de werkwijze van een regisseur. De voorstelling begint om 20:30 en duurt ongeveer 2 uur. Zondagmiddag werd de nieuwjaarsreceptie van Stadsdorp Elsrijk gehouden. Tijdens deze receptie werd er door voorzitter Hans Steenvoorde en wethouder Peter Bot teruggeblikt op 2014 en vooruitgekeken op 2015. Daarnaast waren er uiteraard momenten om te proosten. De nieuwjaarsreceptie vond plaats in een gezellig vol poppentheater. Stadsdorp Elsrijk werkt aan diverse projecten zoals het heropenen van een openluchttheater en de invulling van het perceel Sonnestein 6264. We gaan door met de renovatie van het openluchttheatertje. Samen met de gemeente, zeker daarom is de wethouder hier ook, die vervult een belangrijke rol erin, want de wethouder Groen gaat onder andere over het openluchttheatertje. Er is al veel gebeurd en dit jaar gaan we het toneel aanpakken en het theatertje zelf. Ja, ik moet zeggen, dit is een schoolvoorbeeld van participatie en wat we bedoeld hebben met de bewonersinitiatiefgroepen. De mensen, dit is een wijk van Amstelveen waar erg veel initiatieven uitkomen. Die worden op een hele fijne manier komen die naar voren. En dat geeft ons de gelegenheid om te kijken hoe we dat kunnen faciliteren. En zo trekken we samen op. Op zich woon ik al jaren en met volle tevredenheid. Dus ik denk alleen voor ouderen dat dingen verbeterd kunnen worden. En langzaam maar zeker schuif ik natuurlijk ook die richting op. Dus ik denk op dat gebied dat er zeker nog wel dingen te doen zijn. Kunt u een voorbeeld noemen?
Ik denk toch de sociale cohesie, dat dat een belangrijk onderwerp is. Dat je zorgt dat mensen inderdaad niet vereenzamen en het contact onderling, ja, dat lijkt mij belangrijke issues. Vanuit de buurt is het vooral de ouderen vraag naar sociale cohesie. Het grootste doel van Hans Steenvoorde is het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk. Maar hoe kom je daar nou mee verder? Het is een grote wijk en wij willen om sociale cohesie te bevorderen, dat is ons doel van Stadsdorp Elsrijk, willen we eigenlijk per straat of per buurtje gaan werken. Je ziet nu al dat er een aantal buurtjes bestaan die barbecues houden. En dat willen we bevorderen. We willen per buurt een buurtverbinder hebben die bevordert dat mensen tuinplantjes ruilen, elkaar helpen met klussen. Maar ook bijvoorbeeld iemand even naar het ziekenhuis of naar de huisarts kunnen brengen. En dat willen we nu van de grond halen. In Elsrijk zijn diverse clubjes, zoals een wandelclub, een vogelclub en een kaartclub. Het is nodig dat die clubjes geen kleine eilandjes worden, maar dat het één geheel blijft. Hiervoor is een clubcoördinator aangesteld. De clubcoördinator gaat zorgen dat voor iedereen, iedere Elsrijker, duidelijk is wanneer de clubs bijeenkomen en wat ze doen. En zodat het ook op onze website komt en mogelijk in de krant, in dichtbij. Dat is nodig omdat die clubjes wel lekker bezig zijn. Maar ze moeten ook open blijven staan voor elkaar, hè, en voor de mensen in de wijk. Nou, daar moet de clubcoördinator een beetje op letten. Maarten Brouwer en Maarten Jongjans, twee boegbeelden van voetbalclub NFC. Deze twee mannen zijn al 70 jaar lid van de club en dat bleef ons niet onopgemerkt. Wij gingen naar NFC en vroegen Maarten Brouwer hoe de club er 70 jaar geleden uitzag. Ja, maar dat was 1945 toen wij lid werden. En het was op het land van vader van Vechten. Het was aan de Van Dam van Isselweg, waar nou de eerste toren staat. Daar zijn we begonnen. We zijn van de Van Dam van Isselweg eerst naar de Groen van Prinsenlaan gegaan. Daar hebben we een jaar of vier gespeeld. Ook daar hebben we alles met eigen middelen en alles zelf gedaan. U heeft hier gevoetbald als junior en als senior. Wat doet u zo al voor de club op het moment? Nou, we zijn op dit moment zijn we elke maandagmorgen bezig met dat noemen we de maandagmorgenploeg. En de ene maakt dus de keuken schoon. En er is een ploegje voor de kleedkamers allemaal schoonmaken en uitboenen. En een andere groep die heeft dus de vloeren en boenen en de tafels en alles schoonmaken. Maar we hebben dus de zomermaanden met een ploegje dus gebruikt om eerst de tribune helemaal te schilderen van binnen en van buiten. En daarna hebben we dus is die blokhut gekomen en die heb ik dus al die planken zijn apart geschilderd en dus door een collega weer in elkaar gezet. Wat is uw dieptepunt in de afgelopen 70 jaar NFC? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik ben een keer gescout door een elftalleider die het eerste elftal moest samenstellen. Wat denk je? Ik kom in het eerste, kwam ik. Ik denk, nou, dat wordt wat, hè? Dat is een kans voor mij. Wat denk je? De eerste, de beste aanval van de tegenpartij, schiet ik de bal in eigen doel. Maar ik heb één troost. Ik heb wel de beste keeper van Amstelveen heb ik gepasseerd door mijn kans. Maar daarna ben ik nooit meer in een hogere elftal gekomen. Wat is uw hoogtepunt in de afgelopen 70 jaar NFC? Nou, het hoogtepunt was eigenlijk wel wat ik het meeste bij iedereen bij is gebleven. De wedstrijd tegen Aalsmeer, in Aalsmeer. En die we daar met 2-1 gewonnen hebben. Daar stond 5.000-6.000 man langs de lijn. En dat ging na de wedstrijd in triomftocht ging het van Aalsmeer op de fiets met auto's weer naar Amstelveen terug. Waar we meteen allemaal met auto's door het dorp heen zijn gereden. En jullie waren toen kampioen geworden, neem ik aan? Toen waren we ook kampioen geworden. Behoorde u zelf tot dat voetbalteam? Nee, dat heb ik nooit gehaald hier. Vanavond en vannacht blijft het winderig en regent het. De minima liggen rond de 8 graden. Ook morgen regent het een groot deel van de dag flink. Pas in de tweede helft van de middag wordt het droger en klaart het wat op. De wind is in de ochtend nog krachtig, maar neemt in de middag af naar matig. De temperatuur ligt ook overdag rond de 8 graden.
Dit was het RTVA-nieuws van maandag 12 januari. Morgen zijn we weer om 7 uur. Graag tot dan.